Op dinsdag 19 november 2013 bezocht Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, de Business Club tijdens de Global Entrepreneurship Week. Tijdens deze bijeenkomst in Rotterdam kregen bijstandsgerechtigde jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar middels workshops tools aangereikt om hun toekomst op een ondernemende manier vorm te geven. Sinds 2009 stimuleert de Business Club eigen ondernemerschap onder jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Business Club is opgericht om jongeren ondernemend naar opleiding, werk en ondernemerschap te brengen. Veel van de Business Club jongeren die groeien op in een omgeving waar iedereen zegt, joh, je hebt niks, je kunt niks, wat wil je nou helemaal? Terwijl wij ze hier in een omgeving brengen waar we zeggen, tuurlijk, jouw dromen mogen er zijn. Wij geven je alle power, alle tools, maar ook het netwerk met vrijwilligers en partners om te komen waar je wil zijn. Omdat de jeugdwerkloosheid stijgt, is een creatieve aanpak nodig om juist deze jongeren te mobiliseren en te inspireren op ondernemende manier weer kapitein te worden van hun eigen carrière en hun leven. En wat mijn ervaring is met deze jongeren is dat ze vaak een heel laag zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen hebben, maar best hele grote kwaliteiten. Wat ik heel erg hoop is dat ze hier weer het contact terugvinden met wat er heel lang zeg maar niet meer voelbaar was. Waardoor ze gewoon weer het zelfvertrouwen krijgen, weer hun passie voelen voor wat ze willen in het leven. En dan ook die stap echt durven te zetten en gecoacht door een heleboel mensen die hier om hen heen staan. De Business Club draait nu in Rotterdam. We gaan in het voorjaar van 2014 in Den Haag starten. En we kijken nu naar andere steden. We zijn bijvoorbeeld met Utrecht in gesprek, andere steden, om ook in andere delen van Nederland aan de gang te gaan. Want wij willen het liefst alle jongeren die dromen van ondernemerschap of het lastig hebben, helpen om hun doel te bereiken. Nou, ik heb hiervoor gekozen omdat ik heel graag mijn eigen onderneming wilde starten. En ik had op internet gelezen dat je echt ondersteuning krijgt bij het maken van je ondernemingsplan, eventueel netwerken. En ik vond het wel mooi om eigenlijk zo'n proces aan te gaan. En hopelijk dat ik daardoor meer inspiratie zou krijgen, meer ondersteuning zou krijgen, waardoor mijn onderneming ook succesvoller zou kunnen zijn. Ja, zo'n fantastisch project als dit verdient het natuurlijk gewoon om ook in andere steden, waar ook veel jongeren zijn met die afstand tot die arbeidsmarkt, om ook daar die kans te krijgen. Dus ik wil me er echt voor inspannen om met mijn team te zorgen dat ook op andere plaatsen de Business Club binnenkort open zal gaan.